Discord. Dan heb ik twee filmpjes, hoef ik dat niet meer te doen. Welkom allemaal. Gezellig dat jullie er zijn. Ik ga niet zeggen de diehards, maar dat de volharders. Oh, er komt iemand aan. Ik ben bijna bovenmenselijk. Even kijken hoor, nee, dat ik dat... Ik kan weer het Nederlands blijven praten voor deze les, want we doen het gezellig met elkaar. Even kijken hoor. Vorige keer hebben we hoofdstuk 3 een aantal lessen gedaan, herhaald. En nu ga ik verder met hoofdstuk 3. Gaan we eerst beginnen met een stukje overzicht. Even zien hoor. En dat was, ik moet het goede pakken. 3.6, grammatica overzicht. Dat is wel grappig, want we hebben dus net Nederlandse grammatica gehad. Ik maak het scherm even wat groter voor mezelf. Ja? Grammatica overzicht. Zijn jullie er klaar voor? Grammar overview. The next section we need to talk about in our Hebrew lessons are prepositions. And as I thought about it, about prepositions, I thought we should probably go over a little bit of English grammar. This is because many people don't have much English grammar. We just run with our native English speaker intuition. And that's fine, but when you get to a foreign language, you have to, generally you have to follow a little bit of this because we're going to use the terminology. So I want to give a little bit of overview here. One way to think about language that is typically done is to think about how words are used. And there are four main functions that words are grouped according to, jobs that they do. Let's look at those. The first is naming. Words that name. It's not verbs. It's nouns and pronouns that name. Examples are corn and summer. These are concrete nouns that name things. You could have words like honesty as well, which name an abstract idea. Also pronouns, which take the place of nouns, like it or she. Those are words that name. That's their function. Predicating, stating or asserting. Now this is a term we're going to come across later in Hebrew, in our Hebrew text, and in our lessons here. We'll talk about predicates. Now, what is a predicate? It's basically a verb. A predicate, a verb is a word that states something or asserts something. Example, it are grows or was. Something grows, or yesterday she was in the store. It's stating something about a subject. The third category of functions are modifying, is modifying. Adjectives and adverbs are modifiers. They describe. Examples would be tall and beautiful. These are adjectives. They Weet iedereen wat een predicate is? Nee, dat is in het een predicate als werkwoord is in het Engels een gezegde. Een bewering of een gezegde. Dus taalkundig, als je het hebt over predicate, predicating, to predicate is een gezegde. Ja, er bestaan dus dingen die gezegd worden en daar heb je dus werkwoorden bij. En bij modifying, misschien moet ik het er even zien hoe, annotate, moet ik mijn goede kleurtje gebruiken, want dat is dus het voorbeeld. Dit noemen wij in het Nederlands naamwoorden. En een noun is dan een zelfstandig naamwoord. En een pronaam is een persoonlijk voornaamwoord. Ja? Dat hebben we gehad.
Adjectives zijn bijvoeglijke naamwoorden. En een adverb is een bijwoord. Nederlands bekende bijwoord is bijvoorbeeld er. Modifying. Wat zij dus doen, als je de normale zinsopbouw in het Nederlands is een lidwoord. Dan heb je een stukje en dan heb je hier, moet ik even netjes doen, heb ik het hier ook. Hier heb je dan het zelfstandig naamwoord, laat ik even zo zeggen. En hier heb je een beschrijving van dat zelfstandige naamwoord. Vandaar de term modifying. Dat slaat dus daarop. Modifying, het grote huis, de knappe dame, de moeilijke test. De lidwoord test is zelfstandig naamwoord en moeilijke beschrijft dus iets over dat zelfstandig naamwoord. En daar heb je dan twee vormen van, een bijvoeglijk naamwoord en sommige zijn dan bijwoorden. Ja? Ik denk, we zijn natuurlijk Nederlands, dus hij doet voor de Engelstalige een grammatica overzicht. Maar ik denk van ja, als ik het niet vertaal naar de Nederlandse grammatica, dan heb je er nog niet zoveel aan, want dan leg ik dit wat beter uit. Oké, moet ik weer wissen? Kan ik wissen? Misschien wel zo. Oh, dat duurt langer. Beter zo doen. Hatsflats. Tjaka. Ja, als jullie nou vragen hebben over dingen van, hey, hij gebruikt een woord, predicate. Steek dan even je hand op of val even in met je stem. Dan kan ik even stoppen. Want anders dan gaat hij door en dan is hij alweer 4 pagina's verder. Describe, adjectives describe or modify nouns, nouns and pronouns. Adverbs modify verbs, adjectives or other adverbs, like quickly or here. The last major category are connecting words, and those are, at least these are the major ones, prepositions and conjunctions. And examples of those would be in or after the prepositions, and conjunctions would be and or but or nor, things like that. So let's also take a closer look at prepositions, given that that's the next thing we're going to talk about. Prepositions. Let's go through a few examples. Prepositions above, across, inside, these are all prepositions that have to do with place or location. The airplane is above the earth, he went across the river, the fish is inside the aquarium. After and during, these are prepositions that have to do with time, the temporal prepositions. After Christmas, we will come back. During the speech, the man fainted. Near, before, next. These are prepositions that can function either spatially or temporally. Children get excited near their birthday. That's a temporal use of near. I am standing near the table is a spatial use. So the same words can function in different ways and be categorized differently. Something to be aware of, because if you're looking through your glossary or your lexicon at the you can find words that will sometimes be categorized one way and sometimes another way. It's like, well, what's going on? Well, words can function in different ways. Before tomorrow, we'll go back to another town. You're standing before the table. Next is another word that can function both temporally or spatially. To, for, from, since. These are prepositions that are neither spatial or temporal. I give the book to the man. This is for her. He came from Toronto. Since would tell you something about cause. I'm doing this since something else happened. Okay, so those different types of prepositions. Now, prepositions take an object. And in our next module here, when we talk about Hebrew prepositions, we'll talk about objects of the preposition. So we need to understand that concept. Basically, what that means is that a preposition is linked to a noun or pronoun. And you notice with all these examples,
I talked about, there was always some other bit to it, above the table, across the river, inside the cup, etc. Those other parts are the object of the preposition. Now, some words can function as a preposition or an adverb. Just one last thing here. For instance, if you compare this here, these two sentences, he went below versus he went below the deck. Below here is functioning in two different ways. Which one is the preposition, which one is the adverb? Well, we know that prepositions take an object, so the second one must be the preposition. He's below is functioning as a preposition over here because it has an object. He went below what? He went below the deck. Adverbs don't need an object. They function by themselves. They can stand by themselves. So below here, this use of the word, this adverbial use, modifies went. Where did he go? He went below. Down here we have the whole phrase functioning adverbially. It's describing where he went. But the word itself is a preposition that has an object. Oh. Oké, jullie horen me nog. Mooi zo. Een preposition is in het Nederlands misschien wel een voorzetsel. En het onderscheidende deel in dit woord is het woordje voor. En dat heb je hier ook, pre. Het gaat voor iets wat er staat. En dat noemt hij dan een object of een onderwerp. Kan ook een leidend voorwerp zijn natuurlijk. Dus er is een object waar het voorzetsel iets over te vertellen heeft. En als je dan in het Hebreeuws kijkt, dan heb je, in het Engels heet dat, een inseparable preposition. Waarmee aangegeven wordt dat inseparable, onafscheidelijk, dat het hoofdwoord, daar komt iets bij. Als dit het voorzetsel is, dan wordt dat gecombineerd tot één woord. En dan moet ik misschien een ander kleurtje gebruiken. Dan, snap je dat? Dan is dit dus een voorzetsel dat erbij hoort. En in het Hebreeuws heb je le, be en ke. Oftewel, oh nee, dat is de be. Le, be, en een dag is lenne, en een kaf. Zie je? En dan heb je hierachter, heb je dan de rest van het woord. Maar het zit eraan vast. Dus waar we in het Nederlands en het Engels heb je below the deck, dat is in het Hebreeuws één woord, dit. Dat is een voorzetsel plus het lidwoord. En dat, ik denk dat we dat zo meteen in de les krijgen. Het aan elkaar verbinden van een voorzetsel, le, be en que, aan het lidwoord ha, gevolgd door het onderwerp, het object. Is dit helder? Geen vragen? Dan ga ik deze stoppen en dan ga ik naar de volgende. Helpt wel, hè? Even zo'n herhaling. Dat was misschien wel weer diep weggezakt bij ons allemaal. Oh. Joepie. Oh, ik zit in de verkeerde. Ik moet deze hebben. Rule of Schwa. Wat was dat ook alweer? Nou, dat gaan we nu horen. Rule of Schwa. This is a good thing to talk about after we talked about inseparable prepositions, because when you attach those inseparable prepositions to their objects, their nouns or noun type words, you often end up having to use this rule. Now, if you remember when we talked about the differences or how to distinguish vocal sound Shiva, jongens. Sorry. We dealt with a case where we had two. Ik heb een verkeerd dingetje gepakt.
ook zoveel van die dingen over. Dat moeten we nu doen. Inseparable prepositions, waar ik het net over had. Inseparable prepositions. Most prepositions in Hebrew function much like they do in English, as individual words that link to nouns or pronouns, and then modify some other words. There are, however, three prepositions in Hebrew that cannot stand alone as words, and they attach directly to their object. And they are b and k and l. And they mean, b means in or with or by. K means like or as. Oh, I can spell this right. Like, as, according to, something like that. And L means to, toward. To, toward, or for. Now, these are extremely common, and you need to be able to recognize them when they're attached to their noun or their pronoun or other noun-like words. At first, you may think that it's part of the word, and then you don't know what the word is, but you have to expect these things. Now, the way they attach, at least to simple words, words that we'll cover this more when you get further on, but a word like melech, meaning king, okay, that's the word, it stands by itself, melech. If you want to put one of these prepositions on it, let's put b on there, it would just go right on the front with a vocal shiva. So there's no changes to either part, it just attaches directly. And that would mean by the king, a decree by the king perhaps, or with the king. Likewise, l or k, so to the king or as the king. They're called inseparable because they can't stand by themselves, and they attach directly to their object. Hier vragen over? Waar is iedereen? Jullie zijn er nog? Ja, jullie zijn er nog. Wat ik net al zei, hè? Een onafscheidbaar voorzetsel. En ook in het Hebreeuws zie je dus dat in dit geval het voorzetsel dus voor het onderwerp komt te staan. Niet erachter. Het is dus een prefix. Iets wat er pre is voor. Oké. Okay. Ga kijken, nu gaan we naar die andere die we net hadden. Die 7308, dan krijgen we de Roll of Shua. Ik heb hem even gereset. Die kan uit. Zo. Rule of Shua. This is a good thing to talk about after we talked about inseparable prepositions, because when you attach those inseparable prepositions to their objects, their nouns or noun type words, you often end up having to use this rule. Now, if you remember, when we talked about the differences or how to distinguish vocal from silent shiva, we dealt with a case where we had two vocal shivas in the middle of a word. Remember, I think that was rule 3. And we said that when this happens, the first one goes silent, it effectively closes the syllable on this side, and this one is vocal. First is silent, second is vocal. Then we noted that there was an exception if this happened at the end of a word. So at the end of a word, if you have two vocal shavas, it's a little different. The first one is silent, as we would expect. The second one, however, is also silent. Now, the rules of shava, there's two of them, really deal with what happens when you have two vocal shavas at the beginning of a word.
And that's not permitted either. You can't have that any more than you can have these two vocal shavas at the middle or in the end. And so let's look at the two rules. Rule one says this: if you have two vocal shavas, if you end up in a case where you want to have two vocal shavas together at the beginning of a word, that's not permitted. And what happens is the first shava becomes a hittik, and the second shava becomes silent. Now let's look at an example. Let's look at the name for Samuel. We looked at this before. Shmuel. Shmuel. Samuel. Now we know this is vocal because it's at the beginning of a word, so therefore it's at the beginning of a syllable. And according to our base rule, our rule number one on distinguishing shavas, silent and vocal, we know that a shava at the beginning of a syllable is vocal. So we have one vocal shava. If we add an inseparable preposition to this, as we saw in the previous module, all you do is you take it, so let's do le, for instance, and it comes with its own little shava. So now we have two vocal shavas. We have one here, one here. What do? It's not permitted. So we follow this rule number one, which says the first shava becomes a hittik, second shava goes silent. So I wonder what's the best thing to do here. Should we rewrite it? Let us erase it. And I'll change colors. Let's see, erase. So this guy becomes a hittik. There's our hittik. A little bigger. And this one, it was vocal, remember, I just went through a whole explanation on that, but now it becomes silent. Because this is now the end, this is now your syllable. Division is now here. Lish Muel. So this is closing this syllable. So, two shavas together. First one is hittik, second goes silent. That's rule number one. Let's look at rule number two. Rule two deals with the case where you have a shava and a composite shava of some sort, one of these chataf patach compound or composite shavas. This is a chataf sagol. So if you have these two together, what happens? Well, what happens is that the shava changes just like we had before, but it changes, instead of a hittik, it changes to the short vowel corresponding to the composite vowel in question. So this is a chataf sagol, so the shava becomes a sagol, and the chataf sagol just stays. No difference there. Let's look at another case. So if you have a chataf patach and a shava, you can guess what's going to happen here. The shava is going to change, but instead of going to a hittik, it's going to go to a patach, which is the short vowel corresponding to this compound shava. And this is going to stay the same. Likewise, compound kametz chatuf and a shava is going to go to, this is going to stay the same, and this is going to go to, is that a kametz or kametz chatuf? It's a kametz hatuf, the short O. Okay. We could look at an example of this. How about, get all my dots in here. Edom. This means Edom, as in the place name. Edom, the people, group. So if we add a L to that, L Edom, what's going to happen? Let's change our color here and get our eraser out. This is going to erase, or it's going to change, and it's going to be not a hittik, but a sagol. So le adom becomes le adom. Let us do another one. Adama. Now we have a chataf patach, adama,
which means earth or soil. If we add, let's do a le again. If we do a le on there, again, we're going to get what we expect here. Pretty straightforward, really. This is going to change. We're going to lose that. And we're going to get not a hiddik. If this was a regular shava, simple shava, we'd get a hiddik. But we're going to get a patach, which is the vowel, that the short vowel that corresponds to the composite vowel we have here. And this is not going to change. So it's going to be la adama. And let's do one last one. This here, I'll put it down here. I have a chataf kamet. Aniya, this means boat. And it shows up in Jonah. In fact, in Jonah, it's got a b in front of it, Jonah 1:5. Jonah goes down into the boat, into the bottom of the boat. And so we would attach that. But we can't do that, not permitted to have a shava and a compound shava at the beginning of a word, and so we have to erase it. And we're going to put not a hiddik, not a sagol, not a kametz, or a patach, but we're going to put this thing, and again, it's not a kametz, it's a kametz hatuf, because that is the vowel that corresponds to this. This is the shortened form of the short O, not the long A. So, ba aniya, in the boat. So that's how the rule of shava works. We can't have two shavas together, whether they're simple or a combination of simple and compound, and so the first one will change, and it'll change to something that corresponds to the second one, really. In this case, it's going to change to segol or patach or kametz. Here, it changes to a hiddik, which may lend some credence to the idea that the shava is kind of an I-type vowel, if you compare this behavior to this. I'm not sure if that works, but in my chart, I had put the shava in the I column, if you remember. In any case, those are the two rules for how you deal with shavas at the beginning of a word. Okay. Vond het wel interessant dat hij volgens mij hier een uitspraakfoutje maakte. Hij zei ba-onia, maar dat moet zijn bo-onia. En ik ga nu even naar de tekst toe. Kijk of het is wel grappig om te zien misschien. Even zien hoor. New share. And the sailors were afraid and cried out to his own God, and they threw the cargo into the sea, but Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. En dan kijken we naar de interlinear. Ja. Yeah. Gone down. Kijk, dan kan ik dat woord onia dus niet vinden. Dat had ik vorige keer ook geprobeerd. Hij ging in de boot, maar ik zie dus niet dus Jonah 1:5, maar dan moet het misschien Jonah 1:4 zijn. Even kijken hoor. Dus zie je de ship. We ha onia, hier staat het wel. Nog eentje terug misschien. So, went down to Joppa, found a ship, Ania. Went down into to go with them. Dus ik vind wel het woord Ania, maar ik vind dus niet het woord wat hij noemde, Beonia, Bo-onia, Bo-onia, into the ship. Het gaat om het principe, zegt mijn vrouw. Ik moet hier niet verder op doorgaan. Ja. Zit niet te lachen, Mirjam. Ik zie alles. Ja, zo gaat dat. Dat is het verschil tussen een C'tje en een I'tje. Hè, schat? Ja. Oké, de rule of shava is dus duidelijk.
Het gaat met name over aan het begin van een woord. En dit was volgens mij de les van Kames Gatouf, hè? Ja, die hadden we net. Wolof Shewa. En nu gaan we naar accenten. Willen jullie accenten zien? Volgens mij wel. Hebben jullie trouwens hier nog vragen over deze module, deze hele les, hoofdstuk 3? Even kijken wat we nog even herhalen. Les 3, waar is die? We hebben hier twee, eigenlijk was dit een les die alleen maar ging over de Shewa en wat er gebeurde met de verschillende soorten Shewa, de vocal en de silent, en wat er gebeurt als je ze samenvoegt, de compound Shewa, dat is een samengevoegde Shewa met een klinker. En de essentie van een Shewa is dat hij kort is. Hij is dus bijna inslikbaar. In het Nederlands heb je dat woord begin. Je hebt bekken, beken en begin. Dus beken is met een lange e, bekken is met een korte e en begin is een hele korte e. En misschien heb je nog wel kortere, maar dat zijn dus in ieder geval drie vormen die je in het Nederlands hebt met de klinker e, die je een hele lange, beken, bekken en begin. Goed, dan gaan we nu dan maar door naar de les over accenten. Even zien hoor, 4-1. Accents. Every Hebrew word has an accent, an accented syllable or a stressed syllable, as we already noted. And the default stressed syllable is the last one. So let me give an example here. Devarim. We'll put our syllable divisions in here just to keep it really straight. So this is our stressed syllable because it's the last one and it's not marked here right now. Now these have names. This here is called the tonic or tone syllable, which makes some sense because that's the one that has the biggest sound to it, tone. This here is the pretonic. So this is the syllable that comes before the tonic syllable, pretonic. And this here is the propretonic. Propretonic. So it's the one that comes before the pretonic. So you have three of them here. Ones before this wouldn't be named, at least not that I'm aware of. Now if you have a word, we'll look at edits, which you've already looked at more than once. Edits is a word that has the stress on the first syllable, not at the end. So now this is the tonic syllable. And there is no pretonic or propretonic syllable in this word. Syllables that follow the tonic syllable aren't named that I'm aware of. So if you want to find the tonic syllable is not the end syllable, it's the one that has the stress on it. Now if you look at Hebrew text, you'll see that there are accent marks, or a biblical Hebrew pointed text. And the accent marks will fall on the tonic syllable. Whatever the accent mark happens to be, and there's a whole bunch of different ones, they'll fall on the tone syllable. So in this word, it would fall here or here. Sometimes they're written above. Different accents are written in different places. In this word, it would fall here or here. And so the accent marks can tell you where the stress is on the word, even if you don't use the accent marks for their other purposes. Accent marks are also used for liturgical chanting, and so the sentence is called cantillation marks. The last module in this chapter, I'll show you Genesis 1:1-6 with all the vowel markings and the cantillation marks to show you what they look like. So we'll talk about a little bit more there.
accent mark. So I said they mark the tone syllable. They're useful that way. They're useful for cantillation, obviously. They also can mark punctuation, give you some sense of where clauses and phrases end, and of course verse endings. And they can also distinguish some verb forms. Again, I'll talk about this more. I'll show you an example in the last module of this chapter. But first I want to deal with a few other things in a couple other modules. Nou, wat ik natuurlijk wel interessant vind, en wat hij ook al zei, was, het gaat er in het Hebreeuws blijkbaar altijd om wat ervoor staat, want er is geen naam voor lettergrepen die na de lettergreep komen met de klemtoon. Dat vind ik altijd wel een beetje apart. En ik heb toen, er staat ook in hoofdstuk 4 in de Dropbox folder, staat een PDF-document, dat heet Accenttekens Hebreeuws. En dat is een kopie van het Nederlandse lesboek, waarin een hele groot overzicht van allerlei lettergreep of accenttekens staan. Even kijken, dat zijn 3 pagina's. En dat kan je helpen. Ik laat dit pas zien als we Genesis 1 tot 5 hebben gedaan. Dan handelt hij de accenten die in de eerste 5 hoofdstukken staan. Wat is nu belangrijk even? Nou, accenten zijn van invloed op de lengte van de klinker bijvoorbeeld. Want je weet nog dat je een open en een gesloten lettergreep hebt. En met een open lettergreep heb je een lange klinker. En bij een gesloten lettergreep heb je een korte klinker. Misschien moet ik dat even hier nog, ik ga het hier wel even gebruiken. Even sorry met tech, maar dat gaat even. Oh, ik zit. Wacht even hoor. Daar moet ik zijn. Ja. Maar hoe kom ik daar? Daar. Oké. Okay. Dan moet ik deze stoppen en dan naar de met tech gaan. Dan kan ik. Zo, nu heb ik hem. CV en CVC. Dit is een open lettergreep. Dit is een gesloten lettergreep. Deze heeft een lange klinker. En deze heeft een korte klinker. En de reden is dat de totale tijd voor het uitspreken van deze combinatie en die combinatie, dat ongeveer even lang duurt. Dus als je het hebt over een lange klinker, kun je het hebben over een historisch lange klinker of een gewone lange klinker. En de lange klinkers zijn natuurlijk de K met H of de K met. En dan heb je de Tsere Jut of de Tsere. Dan heb je de Girek Jut en de Girek. En je hebt de Golmvaf of de Golm. Ja, dan moet even zo. Die staat erboven. En de Shurech, dat is die. En die staat eronder. Bij de korte is het wat makkelijker. Dan heb je alleen de Patach. De Segol. En dat is ook een vorm van de I-klank. Dat is de I. Het punt is, en dan heb je nog de O natuurlijk, maar het punt is dat bij geaccentueerde, want daar hadden we het over, geaccentueerde kan het lang kort zijn, of het is kort lang. En daarom is het van belang om te weten waar de klemtoon in een woord ligt, want dat is van invloed op de lengte van de klinker. Ja? En er zijn nog meer dingen die door de klemtoon veranderen, maar daar komen we zelf op. Dan moet ik dit weer allemaal uitwissen, want anders is het dwars door de les heen. Dus vandaar dat het van belang is om te weten waar de klemtoon zit, omdat het van invloed is op de manier waarop je niet alleen een woord uitspreekt, maar ook omdat
In de vorige les hadden we het ook over de schwa. Daar was ook een regel bij die van invloed was op een klemtoon. Goed. Nu gaan we het over de metech hebben. Even wat naar beneden. En de metech, dat gaat hij nu vertellen. Metheg. The metheg is a little symbol that sits next to a vowel. Let me give you an example here. We'll look at the word ha adam. Ha a adam, which means the man. Adam is man. Ha is the article. The man. The metheg is a little symbol like this. Small vertical line sits next to a vowel. Now every Hebrew word has a stressed syllable, as we have already mentioned, and the default is that it's the last one. So this is our stressed or tonic syllable. Let's show our syllables here. So tonic, pretonic, propretonic. The metheg is essentially marking a secondary stress. Here's our primary stress. This is the secondary stress. And what it's doing is it's ensuring that the reader pronounces this vowel that it sits next to with its full value. So it's like a minor stress. The major stress is here. Ha-adam. But you don't want to reduce this. Ha-adam or ha-adam, or just really make it short. So this is ensuring that it still is pronounced as a full value, even though it's this far. It's two syllables from the final one. It would otherwise get reduced. So it is ensuring, the metheg is ensuring that the vowel that sits next to receives its full value, and it's effectively causing a pause in your pronunciation. In fact, metheg means bridle. So it's like you're pausing your horse, you're slowing down your horse when you hit that syllable. The metheg will never show up on the tonic syllable. It'll always be somewhere before it, typically the propretonic, so two syllables previous to the tonic syllable. Now I want to cover four uses. There are many uses of the metheg. I want to cover four uses of it, and then I'll summarize how to remember this. So the first one really is what we already have here, which is that it will prevent vowel reduction in the propretonic position. In this case, prevent it in the article. Another usage is to preserve a long vowel. Let me actually go to a new screen. Let's look at a word. Put our metheg there. So, if with the metheg here, we're going to pronounce this. We're going to have a new syllable here. Right? Pause means a new syllable, basically. Chachema. Chachema. That means she is wise. Now, we have a very similar word. In fact, if we just write the same word without the metheg, it's a related but different word. Without the metheg, this is choch, chochma. This means wisdom. This is she is wise, this is wisdom. We've got three syllables, we've got two syllables. The metheg ensures that you pronounce this as its full value. If you don't have it, then you pronounce it differently. Now this is one way to tell the difference between a kamets and a kamets atuf. If you remember, I talked about this and alluded to the fact that I'm going to be talking about how to distinguish them. In the next module, I'll give another case for how you can tell the difference. But one way is if you have a metheg before a kamets, it'll be a long kamets. It'll be a kamets, not a kamets atuf. So the kamets, or this metheg rather, will distinguish between kamets and kamets atuf. It'll preserve it as a long vowel. There's another case where the metheg distinguishes between short and long vowel, preserves it as a long vowel, and it's also a common word, two common words that are often confused. Yere. Yere'u. This means they will be afraid. Let me divide the... Well, let's do the other one first.
Yir-u. So here we have the metheg, so we put a syllable there, and here's our next syllable. Here we don't have a metheg, so the syllable goes here, yir-u. This is short, right? So CVC, short, that's a valid syllable. We couldn't put the division here because then we'd have CV with a short vowel and open syllable. Remember, CV, open, has to have a long vowel. This is not long. Now, the metheg is saying keep this as a long vowel. So we have CV, and we can have an open syllable because this is long. It doesn't look long, but it is long. And the metheg is telling us that. If you didn't have it, you would think it's this. This means they will be afraid. This means they will see. It comes from two completely different words that happen to have some similar consonants in them. And so when you put them in these particular verb forms, they look similar unless you have this metheg. Now, when we deal with verbs later, this will make more sense. Come back and view this at that time. All I want you to know right now is that the metheg can be used to distinguish between short vowels and long vowels. In this case, it distinguishes a kamets and a kamets atuf. If the metheg is there, it preserves it as long. In this case, it distinguishes between, effectively, what this is a defective hirik yud. There's a yud missing, and this tells us that. So again, the metheg is preserving a long vowel and distinguishing it from a short vowel, which is important. Hallo, hallo. Ja. Dat is dus zo lastig te begrijpen. Dat vind ik. Deze woorden zijn dus exact hetzelfde gespeld. Alleen de een heeft twee lettergrepen en de ander heeft er drie. En wat we dus net al zeiden. Ik weet niet of ik de annotate kan aanzetten. Ja. Dit zorgt dus. Deze. Die zorgt dus eigenlijk voor een klemtoon, waardoor je een soort CV met een accent hebt. En dan is het dus niet alleen lang, maar dan is het lang of kort. Dus in dit geval wordt een korte klinker wordt lang gemaakt. De I, deze I is kort en met een yud is die lang. En hij zegt dus net, die yud die is dus... Die staat er niet. En daarom is dit metek-symbool zo belangrijk. Nou, als je daar dus overheen leest, met name ook bij Gokma, dan krijg je dus een heel andere betekenis. En dat vind ik wel lastig hoor. Dan moet je dus heel geconcentreerd lezen, omdat wij nog niet het taalgevoel hebben om uit de context van de zin te begrijpen waar het over gaat. Dus als je een zin zou gaan vertalen, dan moet je inderdaad op die kleine merktekens heel goed opletten. Want anders dan heb je het gewoon niet door. Of althans, ik heb het dan niet door. Dan ga je dus de mist in. Dit vind ik altijd een van de moeilijkste dingen. Van, is zo'n schwa, is die nou vocal of is die silent? En dat heeft dus te maken met, van, ja, staat die nou aan het begin of aan het einde van een lettergreep? Because you need to know the difference between these two words. They mean something very different. So that's a second use of the method to preserve a long vowel. Let's look at a third use. This is, let me write it here first. Can you read that word? It's a biblical name. So if you want to read this, there's a metheg. So effectively we have a syllable division here, and then we have another one here, because we need a closed syllable here. Ya'akov means Jacob, Ya'akov. Methegs will often show up before a compound shwa. And what it's doing is it's ensuring that we're going to give full value to our patach here. So, just don't be surprised if you see it. If you see a metheg before a compound shwa, that's something that happens. And lastly, I want to give a different example. This is interesting. He'arim, which means cities. Arim is cities. He is the article. Something like ha'adam. Now in this case, we have a segol here.
And the method is marking that there's something different going on here. It's flagging the reader to say, okay, pay attention to the fact that we have CV, we have a syllable with a short vowel in it. Now that's a violation of our rules, right? CV unstressed, here's our stressed syllable. Let's put our syllables in here again just to be really clear. Stressed syllable, this is tonic, pretonic, propretonic, and so we have CV, an open syllable with a short vowel. It should be long. Well, what this is essentially doing is saying, yes, I know it should be long, but I'm going to put this here. It gives it a secondary stress, and so we have a short vowel here. Now, this is probably getting confusing. We have methods sometimes indicating long vowels, sometimes indicating short vowel, as here. The way to think about this is this. Method means bridle, okay? So you're on your horse, and you're going to slow your horse down. You hit a syllable that has a method, you pause. Pause in your pronunciation. Now, if you pause in your pronunciation, you are ending a syllable, so it's a syllable break. Remember that, and you'll know how to read it. All these cases here, if we look at them, we have a syllable break after the method. We do he'arim, Yaakov, and here, yiru, if we don't have it, it's just yiru, so we have a syllable break there. Hachema, as opposed to hochma, so we have a syllable break. And our last one, or first one really, ha'adam, we have a syllable break. So, method, the vertical line, just think, vertical line, syllable break, okay? And then you'll pronounce it fine. The one of all these four, the most important one to remember is that the method will help you distinguish between these two symbols here, comets, kometzatuf. This one probably is important to remember. The other ones, don't worry about for now. Now this, fortunately, the comets is much more common than the kometzatuf. And so most of the time, this symbol is just comets. If you see this, it means keep it as a comets. Okay? I'll talk a little bit more about the difference between those two vowels in the next module. Interessante les, hè, met de METEC. Ik was het eigenlijk alweer vergeten, maar goed om het dan nog een keer te herhalen. Dus het heeft een hele grote invloed op uitspraak, op het verdelen van lettergrepen. Dus moet je goed op letten als je in de tekst kijkt. Er komt een aparte les aan, of een aparte module. Dan zit ik een beetje te twijfelen, omdat het al 8:55 is, om nou nog een les te doen. Wil ik liever met jullie vragen of er nog van jullie kant vragen zijn of dingen die je verduidelijkt wil hebben. Of gaat dat wel? Geen vragen? Nee? Ik moet even op me in laten werken, hoor. Ja, het is veel, hè? Ja. Maar het is wel goed om het voor de tweede keer nog, want deze vier hoofdstukken, 3, 4, 5 en 6, zijn denk ik fundamenteel. Omdat ze een basisuitleg geven over hoe Hebreeuwse woorden eigenlijk gevormd worden. En het behandelt uitzondering uiteraard, maar de basisregels worden uitgelegd voor de woorden. En dat heb je gewoon nodig als je later de werkwoorden gaat bekijken en de vervoegingen. Dan grijpt hij steeds terug. Oh ja, we hebben hier iets en het wordt bij elkaar gevoegd. En weet je nog, dan komt de rule of schwa en dan denk je, wat was dat ook alweer? En hij is ondertussen verder. Dus vandaar dat we eigenlijk na de vakantie even opnieuw begonnen zijn met deze les. Ik kan nog even dat document laten zien. Kijk, dit is het document. Het zijn de allerlei tekentjes. De atnach bijvoorbeeld, deze. Het kleine teken. Dit kleine teken, dat is een atnach. En die halveert het vers in twee delen. Dat betekent dat je op
dat woord dus een pauze houdt. Want dat heb je in een ene zin en het andere zin. Je ziet dat vaak in het Hebreeuws. Bijvoorbeeld de aarde nu was woest en ledig. En de duisternis lag over de aangezicht van het water. En dan heb je, en de geest van God zweefde over de wateren. De duisternis lag over de diepte en de geest van God zweefde over het water. En als we dan even kijken, zal er vast wel een atnach zijn. Maak ik hem iets groter, dan kunnen jullie het zien. Nieuw share. Als het goed is, zien jullie dit? En de aarde was formless and void. Deze komt nog, dit symbool. En duisternis was over het aangezicht van de diepte. Kijk, en hier zie je dan, misschien moet ik een ander kleurtje gebruiken, dat je het beter ziet. Daar zo, daar staat de atnach. Ja? Dat betekent dus dat hier dus een onderscheid is. Dit gedeelte is een contrast met dit gedeelte. Dat doet de atnach. Hij zegt als het ware, er zijn twee stukken in deze zin. En de atnach laat je dus zien. Dit is een makkeef, geloof ik, die verbindingsstreep. Waarmee aangeeft dat die ook woorden ook bij elkaar horen. En we komen daar nog op hoor, later. Misschien weet je dat nog. Dat de verbindingsstrepen zorgen dan dat woorden bij elkaar horen. En als woorden bij elkaar horen, dan verschuiven klinkers. Misschien weet je dat nog, maar daar komen we vanzelf weer tegen. Dus je hebt in deze zin heb je een hoofddeel en de aarde was formeloos en leeg. Duisternis was over het aangezicht van de diepte, atnach. En de geest van God zweefde over het aangezicht van het water. Dus vandaar dat je die atnach hebt. Kijken of ik even alles uitwissen. Als flats. Bij het volgende vers moet er natuurlijk ook een atnach zijn. Doet hij wat? Daar is hij. Nou, daar staat hij. Hier zo. En God zei, laat er licht zijn. Atnach. Dat wil zeggen, dit is het eerste deel van de zin. En hier komt het tweede deel van de zin. En de waf helpt natuurlijk ook, hè. Wahi, or. Maar de atnach, in de tekst zie je dus dat de atnach je helpt om onderscheid te maken. Nou, dat is nou zo'n voorbeeld. Van je, als je voor het eerst naar een Hebreeuwse tekst kijkt, dan zie je dat helemaal niet. Maar nu je dus de atnach hoort, dan weet je. En hier zie je hem ook, hè. Dat moet ik even groter maken. Misschien zie je het dan beter. Even annotate uit. Oh. Dan moet ik weer annotate aanzetten. Hier heb je hem staan, zie je? Dat betekent dat je de... daar heb je hem. Ik hoor een klok gaan. Wacht even, ik ben even wat kwijt, jongens. Sorry. Annotate uit. Die moet weg. Ik ben een beetje te veel schermen open. De Markeef, nee de Metech, of ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, Metech, die staat hier dus. En daarmee moet je die Patach dus uitspreken. En de Shewa die erachter staat, is dus meteen stil. Als ik hem even uitvegen, heb je wat beter. Dus hier heb je, ik vergeet steeds, wat is nou de naam van dat ding? Metech, hè? Metech toch? Oh, de Metech. En die zorgt er dus voor dat je deze Patach uitspreekt. En dan heb je hier meteen Waihi. Dus
deze shwa, die spreek je dus niet uit. Waihi. En daar staat hier ook waihi. Nou, daar heb je dus die voorbeelden van die kleine symbooltjes in de tekst. Die gewoon van invloed zijn zelfs op de betekenis van een woord. De metech en de atnach stond daar zo ervoor, onder de alef. Wacht even hoor. Nou, hier staat het toch echt erboven, want er staat erboven, er staat waihi. Ja, maar hij is het. Het is niet waihi. Dus dat is een goede vraag. Ja. Het kan ook zijn dat ze hier weer een ander symbooltje hebben, maar ik hoop dat hij dat aan het einde van de les dan uitlegt. Je hebt misschien wel twee van dat soort symbooltjes die dan weer een verschillende betekenis hebben. Dan word je ook met tech, ja, vertical streepje. Het kan ook een siloek zijn. Nou, dat hier, daar ga ik alweer. In ieder geval, het is aardig ingewikkeld. Daarom is het goed om te herhalen. Om het echt te beklijven, om er echt in vast te zitten, is dit nodig. Oké, nou, het is 9 uur geweest. Het helpt misschien ook om de oefeningen te doen die erbij staan. En gaan we volgende week verder. Ik wens jullie een gezegende avond. Tot de volgende keer. Dank je, Ronald. Ja, graag gedaan. Donald. Dank je wel. Ben je er nog? Is Esther misschien in de buurt? Want dan kunnen de anderen, kan ik even met jullie nog even over het boek hebben. Als, want Esther is helemaal bezig met het boek, zie ik elke keer. Of is er? Dus jullie mogen weg en dan ga ik nog even met Donald praten. Doei!